Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Van harte welkom bij deze uitzending van Het Dagelijks Woord. Wij lezen in deze periode uit Filippenzen. Vandaag Filippenzen 4 vanaf vers 10 tot en met 12. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook al steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Tot zover dit gedeelte, een heel praktisch gedeelte. Paulus geeft hier aan wat eigenlijk een van de wezenlijke dingen is ook van het samen gemeente zijn in de praktijk van het leven. Paulus geeft aan dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij wil daar niet over klagen, maar het was wel zwaar. Ik heb geleerd om tevreden te zijn in die omstandigheden, zelfs vernederd te worden. Er waren ook goede tijden en mooie momenten, maar het was een zware tijd. En meer dan eens ook een eenzame strijd. Maar wat doet het hem goed om nu weer te ontdekken dat de gemeenteleden ook van Filippi hem nooit vergeten zijn? Mensen die elkaar niet vergeten. Mensen die bij elkaar horen door het geloof in de Heer Jezus, die aan elkaar blijven denken, ook in tijden van zware moeilijkheden. Wat heb je inderdaad de gemeente nodig? Wat hebben we het nodig om te weten dat er mensen zijn die om je heen staan, mensen zijn die voor je bidden, juist als je zelf ook zo moet strijden? Het is soms wel lastig om in die moeilijke tijden eraan vast te houden dat er ook anderen zijn die aan je denken en die met je meeleven en die voor je bidden. Het kan soms zo stil zijn. In de Bijbel in gewone taal staat het allemaal heel aardig vertaald. Daar staat dan, want jullie hulp aan mij laat zien dat jullie aan me denken. Ik wist natuurlijk al lang dat jullie aan me denken, maar nu hebben jullie eindelijk de kans gekregen om dat ook te bewijzen. Ik wist het al lang, jullie denken aan mij. In de Herziene Statenvertaling klinkt het toch wel iets anders. Uw denken aan mij is eindelijk weer opgebloeid. Opgebloeid? Het was dus wel ingezakt. Eindelijk? Paulus heeft het gemist. Hij heeft gemist dat hij iets van het daadwerkelijk meeleven kon merken, dat hij daarvan hoorde. Of het een terecht verwijt is aan de gemeente, dat blijft een beetje in het midden. Paulus zegt inderdaad wel, u hebt ook niet de gelegenheid gehad om het te tonen. Dus er is wel begrip voor. Maar het voelde wel eenzaam. Het voelde ook voor Paulus wel alsof hij er echt alleen voor stond. Als je niets hoort van een ander. Praktisch gemeente zijn. Ook vandaag aan de dag, het betekent dat je aan elkaar denkt. Ook als u het moeilijk hebt en een donkere tijd doormaakt, juist dan mag u een gemeente om u heen weten. En het eerste wat ik zeg, vertrouw daar ook op, dat dat gebeurt. Of je het dan merkt of niet, maar dat is wel samen gemeente zijn. Het betekent dat je mag weten dat er anderen zijn, broeders en zusters zijn, die aan je denken. Dat zij dat doen in hun relatie met God. Dat ze voor jou bidden. Er staat een biddende muur om u heen. Vergeet dat nooit. Maar vervolgens, als u enigszins de mogelijkheden hebt om met een ander mee te leven, om aan anderen te denken die het moeilijk hebben, laat dat dan ook weten aan die ander. Stuur een kaartje. Een berichtje, een allegaartje. Dan wordt het ook voor degene die het moeilijk heeft wel veel concreter. En dat kan zoveel betekenen.
Het meeleven, het gaat niet altijd op de woorden die op het kaartje geschreven staan of in het appje staan. Het gaat wel om dat meeleven, dat je dat merkt, dat mensen aan je denken. Daar gaat het om. En dan in het diepe geloof dat achter elk kaartje en elk berichtje een gebed zit. We worden opgeroepen om voor elkaar te bidden. Om aan elkaar te denken in onze persoonlijke gebeden. En die oproep geef ik ook vandaag weer door. Maar laat het niet bij dat bidden alleen. Geef een bericht. Laat de ander horen dat u aan hem denkt. En ja, bij dat denken aan elkaar en bidden voor elkaar gaat de blik omhoog. Het zou geen enkele zin hebben als we niet zouden kunnen weten dat het God is die aan ons denkt. Als mensen aan ons denken is mooi, maar elk gemeentelid, elke broeder of zuster die aangeeft dat hij aan ons denkt, dat brengt ons een stap hoger. Dat brengt ons bij de troon van genade. Dat brengt ons bij God. Dan worden wij door anderen bij God gebracht. En die God is een hoorder van de gebeden. O, dat is het heerlijk evangelie. God denkt aan ons. God ziet u. God kent u door en door. God denkt aan ons. Dat is ook een boodschap van genade, van leven van genade. Want het is weten, ik heb het niet verdiend. En dan wordt ook duidelijk waarom wij onze gebeden altijd afsluiten met om Jezus wil of uit genade. Want daar gaat het wel om, leven van genade. Ik heb het niet verdiend, maar ik mag weten dat de Heere God als een vader voor me zorgt en er voor me is. Dat Hij ook steeds weer aan me denkt, ook als ik het moeilijk heb en zelfs als ik het niet altijd zo merk. En toch mag ik weten dat God van zich laat horen. In woord, in psalmen, gezangen en geestelijke liederen, in uw hart door zijn geest. Hij denkt aan u, Hij is er voor u. Hij is er om te helpen, om te troosten, om licht te geven, om door te helpen, om te vergeven, om uitzicht te geven, zelfs door de dood heen. Hij denkt aan u en Hij zal u nooit vergeten. Dat geeft kracht en moed op de weg die we gaan. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij danken U dat we niet alleen op de wereld zijn, maar dat we deel mogen uitmaken van Uw gemeente, van Uw familie, Uw gezin, samen broeders en zusters van die ene Vader. Wij danken U dat we mogen weten dat een gemeente meeleeft en meebidt. Wij bidden u, wilt u ook ons helpen om dat te doen, ook voor een ander, om te denken aan anderen, te bidden voor anderen, ons meeleven te laten merken, van ons te laten horen, niet alleen van ons te laten horen bij u, maar ook bij die ander, en niet alleen bij ons te laten horen bij mensen die het moeilijk hebben, maar ook van ons te laten horen bij u. Help ons daarbij, Heere God. Open steeds weer die weg van het gebed. Dat we met vrijmoedigheid mogen komen en mogen bidden. Mogen weten dat u hoort, dat u niet vergeet, dat u vasthoudt en uitkomst geeft. Zo bidden wij ook nu voor hen die verdriet kennen, waar lege plaatsen in het leven zijn. Geef troost, geef licht. We bidden u voor hen die ziek zijn. Wilt u genezing geven? Wilt u medisch handelen gebruiken, medicijnen gebruiken, kuren die soms worden gevolgd, wilt u die ook gebruiken tot bestrijding en herstel van ziekte? Heere God, wilt u heel dichtbij zijn, bij welke zorgen er soms ook zijn, ook in deze tijd. Een tijd van economische onzekerheid, bij hen die geen eigen huis meer hebben, maar op de vlucht zijn, ook voor oorlogsgeweld. Wij bidden u, Heere God, om vrede. Wij bidden u om de komst van uw Koninkrijk, Jezus Christus de overwinnaar, Hij die gestorven is en die leeft en die komen zal.
Heere God, wij bidden om uw Heilige Geest. Leg het in ons hart, dat we ons niet eenzaam zullen voelen, hoe moeilijk het soms ook is, maar mogen weten dat u uw naam waarmaakt. Ik ben en ik zal er zijn. Zo bidden wij u. Uit genade. Amen.